Zo, hallo, welkom allemaal. Vandaag een yin-moment voor het slapen gaan. Een momentje om even helemaal tot jezelf te komen, te verstillen, te verzachten voordat je in bed gaat liggen en lekker gaat slapen. Je zou deze les eventueel ook op bed al kunnen doen. Marian doet mee, die gaat strakjes lekker liggen. En nou, ik zou zeggen, ga zitten en kom lekker meedoen. We beginnen zittend. Breng je handen naast je bekken. Je kunt in seiza zitten, je kunt ook in kleermakerszit zitten. En bij de inademing breng je handen omhoog. Bij de uitademing draai je de handpalmen naar buiten en laat je de handen weer zakken. Bij de inademing omhoog. Draai de handpalmen, laat de armen weer zakken. En ga zo een aantal keren door voor jezelf. Hele ontspannen flow. Om op die manier eigenlijk al bewust te worden van je ademhaling. Doe het nog twee keer. En laat de handen dan landen op je schoot. En voel even voor een momentje na. Breng dan nu de aandacht naar de schouders. En draai op een hele ontspannen manier je schouders naar achteren. Dus naar voren, richting je oren en naar achteren. En draai als het ware cirkeltjes met je schouders. Om zo eens even de dag. En wat dat voor je schouders heeft gedaan, van je af te laten glijden. En als je wilt, kun je ook nog eens even de andere kant op draaien, van achteren naar voren. En let erop dat je je armen ontspannen houdt. En als je deze beweging maakt, draai nog enkele keren en laat dan de beweging uitdoven. Voel even na. Breng dan de kin naar je borst. En draai je hoofd langzaam naar links met een rollende beweging het oor richting de schouder. Draai je hoofd weer naar het midden, je kin naar de borst. En dan richting de andere kant, je oor richting de schouder, kin naar de borst. En merk ook wat er te voelen is in het gebied van de nek en de schouders. Breng daar met zo'n trage yin-beweging wat aandacht en ruimte naartoe. Laat de schouders zakken en hangen. Draai nog één of twee keer met het hoofd. En dan breng dan het hoofd naar het midden. Plaats de handen achter je. En leun even wat naar achteren. Open daarbij de borst. En eventueel kun je het hoofd in
in de nek laten zakken en wat ruimte brengen in het gebied van de keel. Ontspannen bij de kaken. Open de borst. Zitten, wandel terug met de handen en draai nu met beide handen naar links en draai je torso mee en kijk over je linkerschouder. Nog een kleine twist in de wervelkolom. Even wat kleine bewegingen om zo eens eventjes het lijf te voelen na zo'n. Twee ademhalingen zo. En wandel dan als het ware met de handen naar de rechterkant. En maak een zittende twist. Kijk over je rechterschouder. Blijf goed op beide zitpotten zitten. En adem rustig door. Nog twee ademhalingen. En draai dan langzaam naar het midden. We gaan naar de eerste houding en dat is een caterpillar, volledig ondersteund. Dus pak een bolster erbij, plaats die onder de knieën. Zodat je daar lekker kunt ontspannen. Je kunt nu een blok pakken, of twee blokken misschien, om in de vooroverbuiging je hoofd te ondersteunen. En neem dan de tijd om langzaam voorover te buigen. De armen naast je benen te plaatsen. Een plek die voor jou prettig voelt. En om op deze manier te landen in de houding. En zoals je merkt is deze houding niet zozeer gericht op het opzoeken van een stretch. Maar meer op het gaan ervaren van het lijf en ontspanning. En terwijl je zo zit in de houding, kun je misschien voorstellen dat bindweefsel wat door je hele lichaam loopt, op deze manier een stimulans krijgt van de achterzijde van je lijf. En in het beentweefsel, waar allerlei waterkanaaltjes lopen, kan door de vooroverbuiging dat beentweefsel wat bevochtigd raken en wat versoepelen ook. Stel je voor dat je alle kanaaltjes, al die kleine kanaaltjes in het bindweefsel, dat daar wat water gaat stromen, wat energie gaat stromen en alle spanningjes gedurende de dag hebt opgebouwd zo richting je voeten. Via je rug en de achterkant van je benen richting je voeten weg laat stromen.
tijd om bij iedere ademhaling wat verder te zakken in de houding. En wat zwaarder te worden. Benen zwaar op de mat. Armen zwaar. Je hoofd rustend op de blokken. En verstil in de houding. Vooroverbuiging werkt kalmerend op het zenuwstelsel. En wellicht zijn er gedachten die ook kunnen verstillen in deze houding. Zo in je eigen tempo de tijd jezelf rechtop en achterover te laten zakken. Je dragen langzaam. Zet de handen naast je bekken en wandel als het ware achterover. Om dan te liggen op de rug. En voel deze houding even na. En voel de ontspanning. Die het wellicht al gebracht heeft. Plaats dan nu de voeten plat op de grond in gebogen houding met de knie. Til het bekken langzaam van de grond en trek het bolster onder het onderste deel van de wervelkolom, het niet beweegbare deel. En kom zo eens liggen. Wellicht voelt het prettig om de armen naast de oren te strekken boven je hoofd. Of juist op schouderhoogte naast je lichaam. En voel nu eens wat het lijf wil. Wellicht wil je zo blijven liggen of je benen nog uitstrekken. Reageer op jouw lijf. En op deze manier ben je in de open bridge gekomen. Houding die compressie geeft op de nieren, onderrug. En daar als het ware de energiekanaaltjes even dicht drukt. Zodat straks de energie, wanneer je uit de houding komt, weer volop kan stromen. En terwijl je zo ligt, breng dan aandacht naar je longen. En merk ook hoe je daar bij de inademing volledig de ruimte kunt nemen. Zeker met de armen boven het hoofd. Merk het rijzen van de borst en de buik. Flanken wellicht. En het dalen bij de uitademing. Als een golf over je heen komt.
laat je met je aandacht bij het reizen en het dalen van de adem. Als eb en vloed, een golfbeweging van de adem. Neem nog 3 diepe ademteugen in deze houding. En laat je borst uitbreiden naar alle kanten. Plaats dan langzaam de voeten plat op de mat. Til het bekken op en trek het bolster er even uit rondom zij. Kom even op de rug. Met de benen gebogen, verlicht gestrekt met je vijfpunt. En voel even na. Misschien kun je nu de energie flow in de onderrug waarnemen. Misschien is dat gebied ook wat warmer. Ga er even met je aandacht heen. Via de zij omhoog tot zit. Wat traag en hou de aandacht naar binnen gericht bij jezelf. En terwijl je dat doet, kun je gelijk op de knieën komen zitten. Om naar een ondersteunde child's pose te gaan. Wat je nu kunt doen is je bolster voor je neerleggen, wellicht ondersteund door blokken of boeken in dit geval. En een rolletje wellicht onder je billen te zoeken, als je dat fijn vindt. En er langzaamaan voorover te zakken. De knieën wat verspreid, zodat je iets om het bolster heen kunt met je benen. En lekker voorover te zakken in deze child's pose. En maak het jezelf zo aangenaam mogelijk. En als je merkt dat je wat aan moet passen, doe dat ten alle tijden. Want het is belangrijk dat je volledig kunt ontspannen in de houding. En als je denkt dat je zo prettig ligt, de armen naast je lichaam leggen of naast je benen naar achteren. Precies wat jij fijn vindt. Sta je jezelf toe om nog wat verder naar binnen te keren.
af te sluiten van de buitenwereld. Echt even naar je centrum, je kern te brengen. Even helemaal te verstillen in de houding. De child's pose die lijkt op de houding van een kind in de baarmoeder. Zo kunnen ook volwassen mensen tot rust komen. Wellicht kun je de adem waarnemen in de onderbuik, de onderrug. Voel de stroom van de adem. Merk de stilte op om je heen. Wellicht ook de stilte van binnen. Zoek de stilte op. Bij elke uitademing. Zak je wat verder, word je wat zwaarder in de houding. Laat je de dag van vandaag achter je. Als je je hoofd op één wang hebt gelegd, kun je nog heel even opdraaien op de andere wang. Dwaal met je aandacht door je lichaam heen. Wat valt er op? Wat treedt er op de voorgrond? En breng daar even je aandacht naartoe. En laat het dan weer gaan. Richt je aandacht op je adem. Enkele ademhalingen in de houding. En duw jezelf dan langzaam tot zit. Licht, moet je eerst even het gevalletje onder je billen vandaan halen. Als je dat hebt gedaan, kun je bolster en blokken aan de kant leggen en even op de billen komen zitten. Dan komen we bij de laatste houding van vandaag. Kom op de billen zitten en strek de benen voor je uit. En pak gelijk twee dekentjes mee. Eerste dekentje sla je om je benen heen. En daarmee stop je jezelf, je benen, als het ware helemaal in, zo strak mogelijk. En het volgende dekentje
dan kom je arm en dan leg je je arm neer. En hetzelfde doe je met je andere hand. En op die manier maak je als het ware een rol voor je armen, waardoor je helemaal ingepakt op je mat terechtkomt. En deze houding doet denken aan een ingebakerd kind. Op deze manier kunnen de armen en de benen nog wat meer tot rust komen en verzwaren. En ik zou zeggen, probeer het eens uit en ervaar zelf wat dat betekent. En in deze laatste houding, misschien vlak voor dat je gaat slapen, laat je je hele lijf, je gedachten, je gevoelens verstillen. Je brengt je aandacht naar de achterkant van je hoofd. Contact van het hoofd met de mat. Observeer je. Het hoofd wordt steeds zwaarder. Laat je rusten, zwaar rusten op de mat. Dan ga je gedachten verder omlaag. En merk je op dat een deel van de nek niet op de mat rust. En dan breng je de aandacht richting de schouders, de bovenrug. En bij iedere uitademing laat je die zwaarder worden op de mat. Als het ware al je windweefsel, je cellen, alles meer gewicht krijgen en ruimte nemen en ontspannen op de mat. Dan ga je verder langs de wervelkolom. Het gedeelte wat niet de mat raakt, ga dan met je aandacht langs. Breng ook even de aandacht naar de armen, die zo op je buik, op je lichaam rusten, in volledige ondersteuning van het deken. Hoe voelt dat? Breng dan de aandacht naar je bekken. Laat het bekken nog wat breder en ruimer op de mat liggen, ruimte nemen. Verzachten. Voel dan de achterkant van je bovenbenen zwaar op de mat. En wellicht kun je ook daar goed contact met het deken waarnemen. Onderbenen en de voeten. Laat de voeten naar buiten vallen. In volledige ontspanning. En breng dan nog even de aandacht naar de adem. En volg het rijzen en het dalen van de adem. Als een golf. En volg elke golfbeweging opnieuw. En blijf
zo de tijd voor herstel. En ik zou je aanraden zo nog een minuutje of 10 te blijven liggen. In stilte. En dan lekker te gaan slapen. Ik laat Marianne ook nog even liggen. Ik sluit deze les af. Welterusten voor straks. Namaste.